Allemaal klanten. Dit is niet de eerste keer dat ik dat zag, hè? En ook niet de laatste, bij de politie. Hey! Hey, mijn fiets! Politie! Achterop. Als je me ergens 10 kilo gaat afvallen. Je hebt gewoon geen conditie. Als hij 10 kilo afvalt, blijft er helemaal niks meer van hem over. Maar hij zet de mensen op kickboksen. Dat vind ik stoerder dan het duffe voetbal. Hey, die fiets die ken ik. Dat is de fiets van mijn vader, maar je hebt de fiets van mijn vader gestolen. Nou, lekker stoer ben je. Hé man, dat is per ongeluk gebeurd. Ik dacht dat die fiets van mij was. Toen die vent uit de winkel kwam, schrok ik me kapot. Ik bedoel, we zijn toch allemaal weggerend? Haha, dus zo stil ben je niet. Je zat toch op kickbox? Kick up nou! Ja, ik zit ook op kickbox. Maar wat ik daar leer, dat gebruik ik niet op straat. Wat ik daar leer, gebruik ik niet om te vechten op straat. Nou, dat zie ik. Ja, sorry, dat was per ongeluk gebeurd. Ik wou niet echt vechten. Ik deed maar alsof. Hij heeft mijn fiets gestolen. Wat? En jij? Je moet je schamen dat je met zulke boeven omgaat. Zeg, kunnen we het hier oplossen of moet ik je allemaal meenemen naar het bureau? Als u ons allemaal wil meenemen, moet u wel een grote auto meenemen. Ja goed, dan lossen we het hier op. Nou, luister.
Vertel, jij. Nou, ik ging naar mijn oma en had 20 euro gekregen. Toen ging ik naar de Jumbo om wat drinken en chips te gaan kopen. Maar toen viel ik. En ja, toen kwam die vent uit de winkel en toen moesten we weg. Die vent is gek. We mogen daar niet eens zitten. Zelfs niet als we bij hem iets willen kopen. Goed. Luister, als jullie beloven dat jullie je gedragen, dan beloof ik dat ik met die man van de supermarkt ga praten. Ja, wat is er gebeurd? De spullen van andere mensen afblijven. Limburg 2-4, Limburg 2-4 aan alle eenheden. Er is een inbraak gemeld op de Veestraat. Inbraak in de woning van een oudere vrouw. Er is een stoel gestolen. Herhaling, er is een inbraak gemeld op de Veestraat aan alle eenheden. Er is een stoel gestolen. Dat is genomen, ik ga de plaats over. Fiets was. Maar ik ben toch moe van al dit gedoe. Oh, maar daar heb ik een oplossing voor. En we hebben daar straks een stoel gevonden. Oh ja, daar ligt de achter daar. Nu heb ik gekookt. Zo'n klein beetje. Oh, maar daar heb ik wel niet op. U had het toch koud, majesteit? Stop! Maak me nu meteen het vuur uit! Dit is de stoel van mijn oma! Even naar de winkel geweest en dan kwam ik terug en dan hebben ze hier ingebroken bij mij. En dan hebben ze mijn stoelen gestolen. Oeh, dat is niet zo fraai, ja. Nee. Jongens, kijken hoe we dat aan kunnen doen, hè. Nou, ik schrijf een paar dingetjes op, goed? Ja. Zeg dus. Kijk, dat had ik niet gedacht dat jullie op heterdaad zou betrappen. Ik zal nu toch maar een politiebusje gaan bestellen, dat jullie allemaal mee kunnen naar het bureau, hè. Het is niet wat u denkt. We hebben deze stoel te straks gevonden, waar we te straks waren. Hey, jongen, hoe kom jij aan mijn stoel? Inbrekers hebben hem meegenomen toen ik even naar de winkel was. Ja, we hebben deze gevonden in de bosjes. En we brengen hem nu terug. Ik zag meteen dat het uw stoel was. Ah, chic jong. Chic. Kom binnen. Zo zit je maar, agent. Het zijn de stoutse kinders niet. Maar ja, het is hier niet voor niets. Super Thunderbolt! Yeah! 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 Yeah!
Alle teugen bekleutjen in het huisje. Hey, wacht maar, ik bel nu de politie. Schoor hem. Ik keer al je raaskant, Marie. Ik bel de politie. Nee, die kinderen hebben niks gedaan. Ja, ja, ik bel nee, niks. Bel. Nou, de politie bellen is niet nodig. Joh. We hebben alles onder controle. Ja,